smoky eye technieken laten zien, variërend van simpel tot uitgebreid. Als eerst gebruik ik een poeder om ervoor te zorgen dat de oogschaduwen zich beter met elkaar zullen vermengen. Dan gebruik ik een koolpotlood in de waterlijn en in de wimperrand. En zo creëer je een basis voor smoky eye. Nu haal ik mijn schuine kwast een aantal keer over het potloodje en zorg ik ervoor dat alles zich mooi met elkaar vermengt en er geen harde lijnen ontstaan. De volgende stap is het aanbrengen van de oogschaduw. Ik gebruik een donkerbruine kleur. Nu pak ik nog een keer van dezelfde donkerbruine kleur en breng dit aan op de onderste rand van de wimpers. En zorg ook hier ervoor dat er geen harde lijnen ontstaan. Het is de bedoeling dat de oogschaduw van iets naar niets vervaagd wordt. Nu geef ik met een lichte kleur de highlight aan boven de arcadeboog. Ook breng ik een highlight aan in de binnenste ooghoek. Dit zorgt voor een extra zwoele oogopslag. Door deze stappen te volgen creëer je snel en makkelijk een smoky eye.